schrijver, macro-econoom, socioloog ook. Op uw LinkedIn-pagina stond ook dat u dokter bent, wat eigenlijk kwalificeert voor dit programma. U bent dokter, maar ik niet. Niet. Gewoon een eenvoudige doctorandus heette dat vroeger, ja, een macro-econoom. Ja. Boek geschreven. U maakt zich zorgen over onze elite, over de stand van de elite. Meerdere boeken geschreven. De laatste is In Holland staat een huis. Waarom die titel? Het gaat over diverse groepen in onze samenleving, waaronder de elite. Mm-hmm. En ik heb dat willen maken naar een Hollands huis. Een Holland, het is een oud liedje toch? Hè? Ja. Kunt u het zingen of niet? In Holland staat een huis, in Holland staat een huis. Ja, mijn vader was operazanger en tekenaar. Dus ik heb een redelijke bariton. Ik geloof u zomaar. Ja. Laten we eerst even de vraag beantwoorden. Wie is de elite? Wie of wat is de elite? Is die te identificeren in dit vlakke land? Ja, het is een beetje een amorfe groep. Het zijn mensen die invloed kunnen uitoefenen, die zaken naar hun hand kunnen zetten. Het zijn vooraanstaande mensen in de technologie, informatie, omgeving. Mensen uit de financiële wereld, accountants. Ja, ja. Advocaten. Mensen met banen die ertoe doen, een beslisser. Ja, ja, kijk, vroeger had je natuurlijk gewoon de boekjes, het rode, het blauwe boekje, de adel. Ik heb een tijdje bij Quote gewerkt, zoals sommige mensen weten. Daar deden we de Quote 500, mensen met poen. Ja. Nou, kan je ook elite noemen. Dus je hebt een aantal van die, maar die kennen elkaar. Er wordt altijd over die elite gesproken, alsof er een soort complot van de elite tegen de rest van de wereld. Maar dat heeft niet per se iets met elkaar van doen, hè? Nee, ik denk niet dat er een complot is of dat ze elkaar allemaal kennen. Maar er zit wel een zekere verband tussen die mensen natuurlijk. Ja, want wat is de overeenkomst dan tussen die mensen? Ze hebben allemaal iets te beslissen, maar er is niet een coördinatie, lijkt mij. Dus als je zegt, de elite laat Nederland afglijden, dat is niet een soort afspraak. Nee. Ik vind het moeilijk om een algemene noemer te geven aan de elite. Want het zijn vele groepen. En ze hebben allemaal een verschillend belang. Mm-hmm. Je zou misschien kunnen zeggen, ze zijn allemaal heel erg druk bezig om geld te verdienen. Ze hebben de focus op het harde werken, het geld verdienen. Vooral voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven, absoluut. Ja, carrière maken misschien, absoluut. Openbaar bestuur, politici, noem maar op. Goed, uw stelling is eigenlijk, het gaat nu aardig met de economie. Die elite wentelt zich in zijn welvaart. Die leven in hun eigen bubbel. En vroeger hadden we misschien een paar bubbeltjes, maar omdat Nederland zo divers is geworden en we inmiddels 200 plus, mensen uit 200 plus landen in Nederland hebben geïmporteerd, heb je inmiddels 200 zoveel bubbels, tenminste van eigen cultuurtjes. Zij zitten in hun eigen bubbeltje en zien de problemen niet. Wat zien ze niet? Zij zien het sociale verval niet. En ik heb met diverse groepen gesproken en aan ze voorgelegd het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid. Ja, dit voorjaar was dat. Ja, daarin staat heel duidelijk dat het niet goed gaat. Het verval. Ik wil eens weten hoe zij dat zien. Maar dat is de WRR zegt eigenlijk, die multiculturele samenleving, waar Stef Blok niet over mag praten, dat is eigenlijk een drama. Dus mensen, wijken met meerdere culturen bij elkaar zijn minder succesvol, worden mensen minder welvarend en minder gelukkig. Dat was de conclusie van de WRR, als ik hem even heel erg grof samenvat. De criminaliteit neemt toe door meer diversiteit. De armoede neemt toe, vooral in Noord- en Zuid-Holland neemt toe door meer diversiteit. Het vertrouwen in de samenleving neemt af. Maar u suggereert daar oorzaken, verbanden die de WRR helemaal niet vaststelt in dat onderzoek. Hè? Dus in het onderzoek wordt gezegd dat er een samenhang is tussen sociale cohesie en dat gevoel, dat buurtgevoel, zeg maar. Maar dat betekent helemaal niet dat etnische diversiteit zorgt voor slechtere sociale cohesie. Dus u zegt net, u zegt dat komt daardoor, maar dat staat helemaal niet in het onderzoek. Er staat in het onderzoek dat de toenemende diversiteit slecht is voor alle deelnemers, zowel voor autochtonen als voor allochtonen. Er staat dat een correlatie is, maar u weet ook, correlatie is geen causatie.
Maar dat het goed is, dat is zeker niet... Ja, Linda, zou je het willen omdraaien? Is het groot succes? Ja. Nou ja, het is een hele interessante vraag wat die sociale cohesie nou precies moet doen, zeg maar. En hè, ander onderzoek laat ook zien dat buren die weinig sociale cohesie met elkaar hebben, niet elkaar wantrouwen. Maar als je over armoede en criminaliteit praat, lijkt mij dat niet per se gunstige tekenen. Nee, dat is zeker niet. Maar nou is het zo dat in het geheel, zeg maar, de criminaliteit in Nederland niet toeneemt. Dat er buurten zijn waar het minder goed gaat. Okay. Dat klopt wel. En daarin is natuurlijk klasse ook een heel erg belangrijk aspect. Oké, okay. Maar we gaan eerst even het boek uitwerken. En ik ben zeer voor debat, hoor. Gaan we zeker doen. Maar eerst even nog, Bos, werk even je stelling uit. Dus je zegt, ze zien die elite ziet eigenlijk niet. Laten we even grof zeggen, in Amsterdam, de grachtengordel ziet niet wat er aan de andere kant van de ring gaande is. En het kan ze misschien ook niet schelen. Het kan zeg je dat ook? Niet schelen. Ze komen ook nooit in de ghetto. Ze kennen geen moslims. De algemene reactie is, ik wil het niet horen dat er problemen zijn. Met mij gaat het goed. Ik heb begrepen dat het wat minder gaat hier en daar. Ze voelen soms wel wat wrevel, wat frictie in de maatschappij. Maar kom er niet mee aan bij mij, want ik ben hartstikke druk met mijn werk. Ik wil een tweede huis kopen, ik wil een SUV kopen. Pensionado's die zijn met de kinderen bezig, ja. Enzovoort. Oké, maar en wanneer gaat dit mis? Want je zou zeggen, als het probleem zo groot is, dan komt het vanzelf wel over de ring. En dan zien ze het wel een keer. Nou ja, ze wonen in hun eigen wijk en ze vormen een van de bubbels. Hè? Dus en zolang ze in hun eigen kring blijven, ons soort, dan komen ze het helemaal niet tegen. Kijk, dus, waar dit een beetje op ziet, een paar weken geleden zat hier aan tafel Jan Latten, de demograaf, hoogleraar demografie. Die uit zijn rapportage ziet, Linda, dat er als je enige decennia vooruit kijkt, zal het merendeel van de mensen in Nederland afkomstig zijn met een migratieachtergrond. Hebben niet de oorspronkelijke, wat dan vroeger heette, de autochtone bevolking. Van die ouderwets gesteld buitenlanders, want het is dan al derde, vierde generatie inmiddels, is het overgrote deel uit niet-westerse landen, lees islamitische landen. Daarvan zegt Jan Latten, daar moet je beleid op maken. Hij vindt daar niet eens iets van, hij is gewoon onderzoeker. Je moet daar naar gaan kijken, want als je het niet benoemt, als je niet bijvoorbeeld ziet wat die demografie gaat doen, bijvoorbeeld een partij als Denk wordt gewoon de grootste partij in die wijken, moeiteloos. Twee vingers in de neus, ontgaat ons volledig. Ik zie in de journalistiek dat er bijvoorbeeld ook helemaal geen banden in die wijken zijn. De enquêtebureaus komen daar niet binnen, hebben geen contact met dat soort wijken. Dus dat zijn volledig verschillende biotoopjes waarvan alles aan de hand is. We moeten het erover hebben. Dat is eigenlijk de stelling in je boek, Frits Bos. Ja. Nou, je zegt een heleboel dingen tegelijkertijd, Jort. Het is eigenlijk Jan Latten citeren. Nou ja, om het eerste te zeggen, we moeten het erover hebben. Volgens mij hebben we het sinds Pim Fortuyn over niks anders dan dit. Ja. Hè? Elke dag zijn er twee tegelijkertijdige talkshows waarin mensen komen vertellen over hoe dit toch niet gezegd mag worden en hoe het een keer benoemd moet worden. Dus ik denk dat we daar ondertussen wel klaar mee zijn. Dus laten we dan eens gaan kijken wat er daadwerkelijk speelt. Het is inderdaad zo dat onderzoekers moeite hebben om in hun vragenlijsten mensen met migratieachtergrond te betrekken. Dat klopt. Daarentegen wordt ontzettend veel onderzoek gedaan in dat soort buurten. Mijn eigen proefschrift is daar een voorbeeld van. Ik heb heel lang etnografisch onderzoek gedaan in zo'n wijk buiten de ring met allemaal kinderen met een moslimachtergrond. Dus dat gebeurt wel degelijk. Dus dat is ook zeker wel in het zicht. En als het dan gaat over die demografische voorspelling. Ja, kijk, wat interessant is, is de vraag natuurlijk, wanneer ben je Nederlander? Hè? Wanneer telt het nog dat jouw overgrootoma uit een ander land is gekomen? Nou, ik kan je dat wel zeggen. Statistisch gezien tel je in de derde generatie niet meer mee. Maar als je dan tegelijkertijd uit de onderzoeken ziet dat de derde generatie orthodoxer is en meer voor de jihad gaat dan de tweede en de eerste generatie, zou ik zeggen, daar moeten we ons zorgen over maken. Ja, maar dan moet je dat niet langer koppelen, denk ik, aan die migratieachtergrond. Want dat is niet zo belangrijk in die zin. Dat heeft er iets mee te maken. Nee, dan gaat het over de plek die jij hebt in de Nederlandse samenleving. Oh. Overigens is het zo dat de laatste migratiestromen die er zijn geweest, dat was vooral een influx van christelijke vluchtelingen. Dus het is ook niet zo dat alle mensen die hier naartoe komen, nee, ook uit Afrika, dat alle mensen die hier naartoe komen, dat dat allemaal moslims zijn. Dat is trouwens ook juist iets wat dat WRR-rapport heel duidelijk laat zien, dat ons denken wat we vroeger hadden, toen ging het echt over Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen, om op die manier erover te denken, dat klopt gewoon niet meer. Het is veel diverser dan dat. Reageer maar. Het is diverser dan dat. En het gaat eigenlijk wel goed. Ja, dat is ook zo. Maar
Ik denk dat het vooral om gedrag gaat en om normen en waarden. En het gaat zeker niet om etniciteit of genen of ras. Anders hadden we Stef Blok wel uitgenodigd, ja, dat begrijp je. Ja, ja. Wel? Het gaat om gedrag. En dan zie je statistieken wijzen uit dat het gedrag van diverse groepen... Benoem ze even. Je bedoelt Marokkaantjes of scooters? Nederlanders, ja. Daar 55% van de jongeren tussen de 18 en 24 hebben meer dan eens politiecontact. Turken 36%, mm-hmm. Antillianen en Arubanen 40%. En is dat percentage stijgend of dalend? Want op zich de criminaliteitscijfers dalen, maar het kan ook zijn dat ze zo weinig capaciteit hebben dat ze niet meer meten, dat weet ik niet. Kijk, je kan altijd redelijk positief zijn, maar als je contact hebt inderdaad met moslims en Marokkaanse Nederlanders en mensen die het heel goed doen, die klagen over hun soortgenoten die het echt heel slecht doen. Oké, goed. We kunnen allemaal voorbeelden noemen. Nou zegt Linda net, het gaat sinds de dood van Pim Fortuyn over niets anders dan dit in het publiek discours. Ik denk dat het in de jaren 90 eigenlijk nog wel meer over ging dan toen heeft Frits Bolkestein Pim Fortuyn was natuurlijk een hoogtepunt en daarna Theo van Gogh. Mm-hmm. En ik proef met name uit mijn contacten inderdaad met de elite dat er een stuk berusting is. Dat ze zeggen, ja god, we kunnen er toch eigenlijk niks aan doen. En laat maar zitten verder. Die integratie, laat staan assimilatie, dat komt toch niet tot stand. En why bother? Ik heb het goed. Ik ga van de week voor 5 weken naar Indonesië enzovoort. Ja, ja. Nou is dus, dat één voorbeeld. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, Linda, ik schat zo dat jij daar niet helemaal eens bent. Denk jij dat die integratie tot stand komt? Ik denk zeker dat de integratie tot stand komt. En ik denk ook dat een deel van de gesprekken die we voeren ook juist gaan omdat groepen integreren en ook emanciperen. En dat hoe meer meisjes met een hoofddoek zichtbaar zijn voor mensen die ze eerder niet zagen, omdat ze nu wel bij de apotheek werken en bij de huisarts, dat mensen confronteert en dat eerder een teken is van goede integratie dan van gebrekkige integratie. En ik denk meneer Bos wel degelijk een probleem signaleert, maar zijn analyse is verkeerd. Er is namelijk een enorme kloof tussen hoog en laag opgeleid in Nederland, die heel ernstig is, waar slecht naar gekeken wordt, waar veel hoogopgeleiden ook zich niet druk over maken. En dat is wel degelijk een probleem. Maar suggereer je dat niets van doen heeft met migratie? Want je kan zeggen, je hebt grof gezegd de blanke onderklasse, die heeft datzelfde probleem, dat is ongeveer 15%. Dat zijn de PVV-stemmers en de mensen die niet stemmen. Beetje SP misschien, dat zit in die hoek. Ja. En dat zit inderdaad misschien ook wel in de Marokkanen en de Turken, alleen die stemmen ook niet. Dus we hebben daar ook weinig zicht op, hoor. We hebben weinig zicht op wat? Nou, op wat die mensen vallen redelijk buiten de... kijk, hij heeft het over de elite, maar die hele grote middenklasse in Nederland altijd verkiezingen bepalen. Daar zit het verhaal en die randen van de samenleving. Ik zeg het in Amsterdam aan de andere kant van de ring. Die kan ons inderdaad beperkt interesseren. Ja, dus die onderklasse die is bezig met overleven ook. Hè? Dat is interessant om te zien. Dat is ook hoe naar schuldhulpverlening om wordt gegaan. Die is grotendeels buiten zicht. Volgens mij is dat niet heel gek. Is dat altijd al zo geweest. En zeker als het gaat over de groepen, de elite. Ik zou altijd zeggen, er zijn meerdere elites. Maar de elite waar meneer Bos het over heeft. Die accountants op de Zuidas, die hebben zich altijd al niet zo druk gemaakt over wat er in de rest van de samenleving speelde. Dat is volgens mij het kenmerk van de elite. Zeker de elite in de 19e, de adellijke elite was er al helemaal niet mee bezig. Maar Frits Bos, wat verwacht jij als de politiek doorgaat? Jij hebt die gesprekken kennelijk gevoerd voor je boek. Ze grijpen niet in op de manier die jou voor ogen staat. Hoe ziet Nederland er dan uit over 30, 40 jaar? Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Ik denk dat sowieso West-Europa echt in gevaar komt. We zien dat in andere landen. Godzijdank is Nederland eigenlijk nog een beetje gevrijwaard van alle problemen die om ons heen... Je bedoelt terrorisme? Nee, sociale onrust. Kijk naar België. Je ziet nu Schuld en Vriend opkomen. Molenbeek heel slecht. Je ziet in Duitsland Chemnitz, Zweden echt slecht. Londen afschuwelijk en Parijs ook heel slecht. En wij varen eigenlijk nog wel redelijk goed. Je vraagt je af waardoor komt dat? Hè? Ja. Het is, WRR zegt dat het niet goed gaat. En ik vind dat we daar goed naar moeten luisteren. En je vraagt je af, waardoor komt het nou dat wij eigenlijk nog redelijk goed gaan?
En dat komt, denk ik, doordat wij een heel goed sociaal voorzieningenstelsel hebben. Ja. Wij zijn een land wat... We storten er gewoon veel geld bij. Wij storten er veel geld bij en we houden de zaak allemaal... De vrede, die wordt bewaard door onze sociale arrangementen. En zodra die arrangementen gaan wegvallen... en onze onderklasse in conflict komt met de onderklasse van de allochtonen... Ja, dan krijg je... Dan voorzie ik heilig. Je gebruikt in je boek ergens de term. Doen, eigenlijk. Ja? Ja, je boek dat gebruik je... En in mijn boek is daar psychiater Pietersen. Mensen die steeds maar ontkennen. En dat is niet alleen bij onze politici. Als ze het misschien niet mee eens dat zijn. Ook hè, bij dat onze kan ook. Misschien zijn ze het, enzovoort. Linda is niet met je analyse. En dat mag ook. Hè. Gelukkig in een vrij land. In je boek praat je over de elite leidt aan empathiewaan. Ja. Ze zijn eigenlijk te zacht. En je voorspelt dus als er een economische crisis komt, en die zal er altijd komen, zeker met de schulden die uitstaan, dan gaat het mis. Dan wordt het oorlog. Nou, dan wordt het oorlog, maar dan wordt het een stuk moeilijker. Hè? Het geld bij ons klotst tegen de plinten aan, maar als dat zou wegvallen... Mm. En we leven al inmiddels 10 jaar kredietcrisis... Economen denken dat de rente in Amerika weer naar boven gaat. Ik ga niet en dat we naar recessie toe gaan. Die komt dan een keer. Maar dat is ook een normale pointje. U zegt de hele tijd tegen. U zegt eigenlijk gaat het heel goed in Nederland. Maar als er een crisis komt, dan kan het wel eens heel slecht gaan. U zegt de elite die houdt zich niet bezig met de onderklasse. En aan de andere kant zegt u dat ze aan een empathieoverschot lijden. U bent gewoon boos, lijkt mij, dat andere mensen niet net zo bang zijn als u bent. Nou, ik wil niet bang zijn, ik wil alleen realistisch zijn. Maar de realiteit is dat het heel erg goed gaat in Nederland, dat zegt u net zelf ook. Maar ik zeg wel, it's not the economy, stupid. Het gaat om sociale problemen en het gaat niet om economie dit keer. Nee? Oh, want ik begrijp als er crisis komt dat het dan wel misgaat. Goed, jongens, we kunnen het niet helemaal... Maar voorlopig gaat het nog goed. Maar even, en de stem is er, hè? Je kan PVV stemmen, Forum voor Democratie kun je stemmen. De VVD heeft nog een vleugeltje die altijd leuk meepraat. Ja. Dus dan kom je toch al een heel eind? Wat zegt u? Dan kom je al een heel eind electoraal gezien. Die partijen zijn er wel. Echt? De partijen zijn er natuurlijk wel. Nou ja, voorlopig denk ik dat niet gebeurt. Ik ga niet over politiek, dat interesseert me vrij weinig. Mm-hmm. De partijen krijgen toch ontzettend veel stemmen? Ze krijgen en heel veel aandacht ook. Maar nog steeds geen macht. Die wordt stevig vastgehouden bij de traditionele partijen. Oké, laatste. Moeten de grenzen dicht? Ik denk het wel. Oké, nou, dat is in ieder geval een duidelijk antwoord. En ook dat mag je vinden, Linda. Ze zijn al dicht. Nou, ze gaan nog voor 2 open, want ze schoppen er 2 kinderen uit vandaag. Goed, jongens, ik dank mijn gasten voor nu. Frits Bos en natuurlijk Linda Duits. We zijn aan het einde gekomen nu.